Bohm had een nieuw wereldbeeld binnen de natuurkunde beschreven. Een wereldbeeld met een onderliggende eenheid van alles. En Pribram had een nieuwe kijk op onze hersenen ontwikkeld. Een holografische kijk waarin elke hersencel alle informatie bevat van de andere cellen. Ook een eenheid dus. Al brainstormend komen Pribram en Bohm tot een paar opmerkelijke conclusies. Ons brein, zo zeggen ze, is een hologram dat een holografisch universum interpreteert. Dat is een heel belangrijke zin, dus ik herhaal hem nog een keer. Ons brein is een hologram dat een holografisch universum interpreteert. En dan kijken de beide mannen elkaar aan en beseffen opeens dat bij een hologram ieder deel alle informatie bevat. En als het in stukken valt, zoals we net zagen, dan bevat elk deel toch de oorspronkelijke informatie en geeft het hele beeld. Verbaasd vragen ze dan: als onze hersenen als een hologram werken, van welk hologram zijn onze hersenen dan een scherf? En dat leidde bij beiden tot het plotselinge inzicht dat als onze hersenen een deel zijn van een holografisch universum, dan bevat ieder van ons het hele universum. Dan ben je het hele universum. Het deel is immers tegelijkertijd het geheel. Jij draagt dus alle informatie van het hele universum in je. Van alles en iedereen die geleefd heeft en nog zal leven. Van aarde en sterren, van vriend en vijand. Sterker nog, in diepste zin ben je dat alles.